Het succes van Dorian van Rijsselbergen hangt onder andere af van de fin onder zijn surfplank. De lengte, dikte en kromming van de fin bepalen de snelheid en de wendbaarheid van de plank. Om de beste fin te kiezen, moeten er prototypes gemaakt en getest worden. De meest efficiënte manier om prototypes te maken is 3D-printen. De materiaalvoorkeur gaat hierbij uit naar ABS, omdat dit materiaal bestand is tegen zeewater.